Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. En vandaag ben ik niet eens met iemand waar ik al eerder mee heb opgenomen. Nee, met een compleet nieuw iemand. Hallo! Oh mensen, ik ben Rusty, ook wel wat beter bekend als Mike. En ik heb er heel veel zin in om deze serie met Milan samen te gaan beginnen. Ja, ik ben ook wel echt heel erg benieuwd. We weten eigenlijk nog zo goed als niks van elkaar. Dus dat maakt alleen maar heel veel content om zeg maar met elkaar te praten. Zeker. Ik zal heel snel uitleggen voordat we beginnen wat we gaan doen. Wij gaan Harry Potter en de Geheime Kamer op de computer spelen. En dan die het eerst om 100% gehaald heeft. Dat is het eigenlijk. Dus het is een versus. En we gaan vooral een beetje ouwe hoeren, denk ik. Ja, zeker. We gaan het zeker gezellig maken. Ja, nou dan zeg ik 3, 2, 1, let's go. Ja, daar gaan we. Inderdaad. Het is voor mij al een tijd geleden dat ik deze game gespeeld, maar ik vind dit wel echt de beste Harry Potter game die er is, hoor. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik wil zeggen, de laatste keer dat ik hem heb gedaan was net voordat Hogwarts Legacy uitkwam. Ja, dan heb je hem echt nog heel kort geleden nog gespeeld, voor mijn gevoel. Want ik heb hem al zo lang niet meer gespeeld, maar ik weet nog wel heel veel van de game. Want dit is echt mijn favoriete game die ik tot nu toe ooit van Harry Potter heb gespeeld. Al moet ik zeggen, Hogwarts Legacy is zeker ook een goede game. Maar dit geeft zoveel nostalgie. Sorry, wat wil je zeggen? Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ik wil zeggen, ik vind Harry Potter 1 tot en met 3 vind ik wel een van de leukste games. Omdat je daar echt gewoon het hele schoolterrein kan gewoon lekker kan geconcentreerd lekker kan uitspelen. Ja, precies. Ja, en dan vind ik 1 nog te lineair, zeg maar. Ik denk dat ik 2 echt veruit het leukste vind. 3 vind ik ook wel leuk, alleen het is net niet voor mijn gevoel. En deze vind ik echt, echt top. Nee, klopt. Ik wil zeggen, ik heb meer het idee bij 3 dat je meer story-based gekoppeld bent. En bij 2 heb je dat totaal niet. Nee, helemaal mee eens. Oh, ik heb ruzie met een chocokikker, hij wil niet. Ja, dat is kut in deze game, dat ze wegrennen. Ja, het is ellende is het. Ja, dan nemen we wel even al die smekjes mee. Mandelpas. Ja, precies. We moeten straks al die kaarten die we gemist hebben terugkopen van die mensen. Ja, daarom. Dat zal geen makkie worden. Of in ieder geval niet goedkoop. Nee, precies. Ik denk dat het trouwens verstandig is om ervoor te zorgen dat als wij een aflevering afsluiten, dat we doorspelen tot het volgende opslagboek. Dat klinkt als een heel goed idee. Om het eerlijk te houden, zeg maar. Ja, nee, dat is inderdaad wel eerlijk. Mm-hmm. Ik heb net ronde bevrijd. Oeh, ik ben al ietsje verder. Oh, wat is dit dan? Hij is al verder. Jai. Oh, kijk, hallo Amora. En Smackies. Ik heb soms wel het idee dat hij zo'n klein speedboostje heeft. Of zo. Heel, heel kort, zeg maar. Ja, dat is bij mij ook. Oké. Nou, in ieder geval hetzelfde. Dat is dan niet zo erg. Niet dat ik daardoor veel sneller ben, zeg maar. Nee, ik heb dat af en toe ook wel. Dus dat ligt niet aan jou, gelukkig. Oh, gelukkig. Zo. Maar hoe lang doe je al YouTube voor de mensen thuis? Ik doe ongeveer nou 5 jaar YouTube. Oké. Ah, je hebt echt veel abonnees, echt veel meer dan ik. Hoe kom je aan al die abonnees? Ja, ik heb wel eens video's gemaakt waar echt de kijkcijfers op dat moment echt hoog lagen. Mm-hmm. En ik heb ooit met een vriend van mij samen hebben wij Vlodder in GTA 5 gedaan, dat liep ook hartstikke goed. Oké, dus daar heb je al die mooie subscribers van. En word je nog steeds veel bekeken, zeg maar, op de nieuwe video's die je maakt? Ligt er meer aan wat ik maak eigenlijk. Mm-hmm. Want ja, de ene serie loopt iets beter dan de andere bij mij, dus. Ja, precies. Nou, dat heeft iedereen natuurlijk. Ja. Dat is op zich logisch. Alleen inderdaad, het is wel leuk als je gewoon als je zoveel abonnees hebt, dat je ook nog steeds veel bekeken wordt, zeg maar. Dat zou mooi zijn, in ieder geval. Ja, nee, dat zeker. Nee, ik haal ongeveer per video, als die er ongeveer bijna een week op staat, haal ik toch wel 100 views per video. Oké, ja, dat is meer dan dat ik krijg. Nee, maar ik heb altijd gewoon gewoon eigenlijk altijd zoiets gehad van ik doe het omdat ik het leuk vind. De rest maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Daar denk ik daar ook over. Maar het is toch leuk om te zien dat je video's bekeken worden. Ja, nee, dat ben ik tegenwoordig helemaal al een stuk meer dan dat het
dan dat het eerst was, hoor. Ik merk wel dat elke serie nu wel bekeken wordt. Ah, dat is mooi. Ja, ik wil zeggen, de serie die ik bij jou leukste vind is je Pokémon Harmony. Ja, die is ook gewoon leuk om te maken. En vooral Sander, als het niet goed gaat met Sander, want dan wordt hij boos. Ja, daarom, ik heb daar echt op mijn deuk gelegen daarover. Ja, we zijn alweer een stukje verder met opnemen ook. Dus ik weet al wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, ik wil zeggen, ik ben benieuwd. Ik had het er toevallig laatst met hem over zijn Diglett. Volgens mij had ik toen een gevoelig snoertje geraakt. Ja. Ja, en zoiets gebeurt namelijk nog een keer. Dus bereid je maar voor. Ja. Oh, dan gaan we weer lachen. Oh, dat gaat lachen worden. Oh. Kijk, of het even bijgebobbeld met taalstof, denk. Ja, kijk. Altijd gezellig. Precies. Hoe zit je eigenlijk met Harry Potter? Ben je echt fan, zeg maar? Of is het van, ja, ik vind het een leuk spel, maar daar hou ik het ook bij? Ik ben ook wel fan. Oké, nice. Nou, gelukkig, want ik ben echt heel groot Harry Potter fan. Dus ik kan echt jaren over Harry Potter praten als ik dat zou willen. Oh, zelf. Wacht, heb je net bijgepraat met Hazelhoofd Henk? Ja? Dan heb je me ingehaald. Kutzooi. Hoppa. Ja, maar ik wil zeggen, maar ik ken ook een beetje al die geheime ruimtes nog. Ik ben stiekem al een beetje op kaart aan het jagen. Dus. Ja, stiekem inderdaad. Als je dat maar door hebt. Ja. Oh. Niet doodgaan, hè? Nee. Ik werd ineens aangevallen door iets wat ik niet had verwacht. Ja, alles is goed gekomen. Je leeft nog. Ik heb mij lopen bolen, dus laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ja, ik wil zeggen, dat stukje kom je ook nog wel tegen. Ja, ik heb deze game vroeger echt kapot gespeeld, maar dat is zo lang geleden. Omdat ik hem nooit aan de paal kreeg op de nieuwere PC, zeg maar. Nee, dus ik ben blij dat het nu gelukt is. Nee, dat probleem ken ik. Dat had ik ook echt toen ik deze aan de praat kreeg voor de eerste keer. Oh, ik was zo gelukkig, hè. Snap ik. Oh, ik moet nu even heel goed concentreren, want ik moet nu knoppencombinaties gaan invullen. Oh jee. Ja, ik ben nu bij de spreuk Rick de Sempra. Oh, daar al? Jezus. Maat. Dit wordt echt een feest. Ja. Wordt gewoon ingemaakt in Harry Potter. Dat kan me eigenlijk niet overkomen. Dan gaat mijn hele imago gaat weg. Ach joh, zolang het bij Pokémon me niet gebeurt. Anders begin ik me erg zorgen te maken. Ja, maar met Harry Potter heb ik meer kennis nog dan Pokémon. Ook al weet ik best wel wat van Pokémon. Maar nee, kennis heb je dus niks. Nou, het is wel leuk dat ik tegen een tegenstander speel die de game ook kent. Want dat is wel leuk. Want anders dan speel je tegen iemand die de game misschien niet kent. Nee, dat houdt het wel interessant. Ja, precies. Gladiana Smallheart, die vindt er ook wat van. Ja, die kan toch mijn partij lullen, joh. Mm-hmm. Zeg, maar die praat vooral heel veel over zich eigen, dus ja, precies. Zeg, met je metaal bereid me voor, want die kan mijn partij lullen. Wow, dat ging. Huh? Wat is het? Oh, moet je daar de gewone. Daar moet je de gewone knopjes voor gebruiken, dat is kut. Ja, je moet daarvoor de peltoetsen gebruiken. Je moet het maar weten. Ja, ik ben al klaar. Ja, ik word gepest. Nee, ik ga nu de les naar binnen. Met de vuurkrabben. Ja. Ik heb mijn eerste 30 huispuntjes al binnen. Kijk, je bent goed bezig. Och. Hij zit echt zeven over. Welkom in mijn spectaculaire Sempra-les. Maar ja, gelukkig weet ik bij deze nog wel alle sterren liggen. Ja, jawel. Ah. Ja, ik weet dat er een paar echt kut zitten. Je hebt op een gegeven moment zo'n pit met al die vuurkrabben erin. En dan zitten daar aan die zijkant zitten er ook een aantal. Ja, klopt. Ik wil zeggen, die op het pit die is wel echt op het einde. Voordat je echt naar de grote gaat, daar zit die. Yep. Ik weet hoe het werkt. Oh, jee, die kon ik gewoon overslaan. Kut, sorry. Fijn, ik skip dit stuk gewoon, want daar zit me nu helemaal uit te leggen over vuurkrabben.
Stomme beesten. Ja, joh. Gewoon op thee. Hoppa. En op thee, dat is deurtje open. Kijk. Dat is de eerste ster is binnen. Oh, ik heb mijn eerste ster al. Ik heb je weer ingehaald. Ja, ja. Ah, nee! Nee. Zo gaan we hier niet te gang, Milan. Ja, zeker. Zeker gaan we zo. Nou, scheelt. Ik heb mijn eerste tovenaarskaart al binnen. Ja, ik ook. Zo'n bronzen. Ja. We zeggen, die bronzen zijn ook heel belangrijk, dus... Ze zijn allemaal belangrijk. Ja, maar ik wil zeggen, de bronzen vind ik toch net iets belangrijker, want dan krijg je extra levens van. Nou ja, dat is waar. Nou, uiteindelijk, als we willen 100%, moeten we toch alle kaarten hebben. Ja, dat klopt. Daar ben ik helemaal mee eens. Dus ik alle bronzen en alle zilveren. Nee, ik wil zeggen, daar heb je inderdaad gelijk in. En alle gouden trouwens ook. Ja, ik zeg maar, voor die gouden heb je alle zilveren nodig. Trouwens, ik wil er even bij vertellen dat ik echt nachtmerries vroeger had van die slakken. Ik vind die slakken fucking eng. Oh ja, nee, dat probleem ken ik helemaal, Milan. Dus, je hebt op een gegeven moment zo'n stukje, dan heb je ook zo'n jumpscare met die slakken. Ja, klopt. Verschrikkelijk zijn die. Nee, dat is ook weer een deurtje erbij open. Ja, ik heb er weer 2 sterren bij. Oeh, ja, ik heb eentje. Ik moet die andere nog even pakken. Nou, ik vind het wel leuk dat we aan elkaar gewaagd zijn. Dat nee, dat houdt het ook interessant. Precies. Dat maakt het een leuke serie om naar te kijken, denk ik. Ja, dat zeker. Oh, en we hebben weer een tovenaarskaartje erbij. Hoppa. Top, lekker bezig. Oh, ik moet wel even goed springen, anders heb ik het nog niet. Kijk, een zilveren. Wat gaat hij? Ging je nu? Ging je nu aan me uitleggen wat dingen waren? Hoe heet die dingen nou? Smackies? Wat? Wauw, dat is je laat. Ja. Ja, ik wil zeggen, ik heb al 2 zilveren kaarten, dus dat schiet er lekker op hier. Wajo. Ja, ik wil zeggen, ik heb die ene gehaald onderweg naar verweer tegen de zwarte kunst, heb ik er ook eentje meegenomen. Ah. Hé, ik heb weer een bronzen kaart, ja. Oh, jij loopt voor, dat is niet goed, Milan, wat is ja, dit? Ja, zeker is dat goed. Nee, dat is niet goed. Dat is, Ik ben een Harry Potter master, zo noemen ze mij. Die memo heb ik gemist. Ja, dat dacht ik wel weer. Ja, zeg maar, ik begin aardig in te lopen, dus... Oh jee. Zeg, volgens mij krijg ik nu dezelfde kaart. Ja, ik heb nu dezelfde bronzen kaart. Jammer. Dus, zeg, volgens mij lopen die zoeven van je achter. Nee, helemaal niet. We lopen echt heel dicht bij elkaar. Dat maakt het wel superleuk. Ja, lekker. Wat vind je van het WK zwerkbalspel? Oh, dat heb ik nog niet gespeeld eigenlijk. Die is leuk hoor. Die was van dezelfde periode als dat deze game uitkwam. Oh, je bedoelt de PlayStation variatie? Ja, je hebt hem op PlayStation, maar ook op de computer en op de GameCube. Ja, is allemaal hetzelfde spel. Oh nee. Nee. Loopt hij vast? Mijn vuurkrab zit vast in de muur. Oh, ik dacht even van hij is... Nee, dus met andere woorden, ik moet nu doodspringen. Kijk, dat klinkt goed. Yeah. Dat klinkt goed. Oh, nee. Gelukkig heb ik wel een zeefhoek gepakt van tevoren, wat in de beurs zat. Anders kon ik helemaal nieuw beginnen. Ja, dat zou heel jammer zijn. Kijk. Ja, ik betwijfel of jij dat nou meet, want anders heb jij nu een hele grote voorsprong. ik betwijfel Jawel, het allemaal een beetje. Het moet wel een beetje spannend blijven, hè? Ja, dat klopt. Nou, misschien komt er straks nog een stuk dat ik heel hard faal. Dat kan gewoon, hè? Ja, dat weet maar nooit. Ik weet niet of je de Sponsifico-uitdaging weet, maar... Oh, ja, die herinner ik me nog wel. Och, die is verschrikkelijk. Hij is wel leuk, ik wil zeggen. Ik vind het ook hartstikke leuk, maar precies. De uitdaging is zo... Vervelend. Zo belabberd. Kijk, Robertij, nou is het wel gelukt. Tijd om even een inhaalrace te gaan maken. Jij is een inhaalrace. Yo. Hoppatee. Hier zit al zijn kaart in, denk ik niet. Maat, geef hem gewoon zo'n kaart. Hoppatee. Voor de mensen thuis, ik heb helaas een mechanisch toetsenbord. Daar kan ik vrij weinig aan doen. Dus als je getik hoort, dat is mijn toetsenbord. Oh ja, het kan ook zijn dat die van mij horen, hoor. Ja. Dus
Ik heb precies, precies zo zelf de toetsenbord. Ja. Dus dan weten ze net thuis. Als ze er last van hebben, dat is pech. Hé, hey, hallo, we halen dingen even naar beneden. Goed zo. Ja, ik weet toevallig hier nog een kaartje te liggen, dus die gaan we ook even meenemen. Oeh. Update. Oh, auw. Ik ben gewoon geslagen door het gezicht van... De smalhaard. Ja, of, van smalhaard. Ja. Gewoon, die heeft mij gewoon in mijn gezicht geslagen. Dus, oh, dat was een ster. Ik dacht dat de kaart was. No. Ja, hoe zei, ik heb al 5 van de 10 sterren. Je bent goed bezig. Ja. Bij mij blijft... Waar kan ik dat zien, hoeveel sterren ik heb? Als je op escape drukt, kan je dat... Wow. Oh, ik dacht dat je dat daar kon zien. Nee, je moet er eentje oprapen om dat te zien. Oh, oké. Hey, kikker, kom hier! Word je gepest door een kikker? Ja, niet normaal, joh. Hé, hey, weer een tovenaarskaart. Lekker, man. We zitten lekker op dreef. Het leuke vind ik aan deel 3 dat je ook pompoentaartjes hebt en ketelkoek. Ja, dat ja, toch iets extra's in plaats van de hele tijd betalen met smackies. Ja, precies. Oh, dit is helemaal niet gevaarlijk voor kinderen. Oh, waar zit je ergens? Ja, bij zo'n stuk dat je zo'n gat naar beneden hebt en dat je over van die aan de zijkant langs die... Kut, ik ben dood. Ben jij daar al? Ja. Alleen ik ben net wel keihard naar beneden geflikkerd. Moet ik dit nou opnieuw doen? Ja, hè? Oeh, dat is wel zeer kut. Ja, je checkpoint is ook de laatste savebook waar je bent geweest. Ja. Ik vraag me af of ik dan Lumos weer opnieuw moet doen eigenlijk. En of ik alles kwijt ben wat ik heb opgeraakt. Ja, zo te zien wel. Ja, je bent alles kwijt wat je hebt opgeraakt. Dat is wel zeer kut. Kijk, ik moet nou de zijkant van zijn hoofd hebben. Oh, jij bent daar. Oké, nee, dan weet ik waar jij bent. Nee, ik wil zeggen, ik... Ja, het is een ellende is dit, joh. Dikke me. Kijk, die heb ik nou goed. Dan moet ik nu deze goed hebben. En dat is zijn achterhoofd. Nee, dat is weer zijn achterhoofd. Ik moet zijn zijhoofd hebben. Nee, dat is zijn voorhoofd. Zijn zijhoofd. Kijk, dat is een goede kop, joh. Ja, dank je. Oeh, ik ging bijna weer dood op hetzelfde stuk. Oeh, Milan, pas wel op, hè. Dat wordt nog spannend bij jou. Ja, ik maak het je nu wel makkelijk. Nee. Maakt het mij nog wel makkelijk, zegt hij ook. Het wordt wel spannend, hoor ik wel. Ja, dat is wel erg leuk voor de serie. Ja, dat zeker. Update nu. Oh, oh, echt, ik zat de goeie al. Ik douw alleen weer de verkeerde knop in. Waardoor ik dat hele stuk weer opnieuw moet doen. Ik zei jou over het feit dat we eventueel tot het volgende boek moeten spelen. Misschien moeten we dat alleen doen als we niet meer gaan opnemen. Als we hierna toch gaan opnemen, kunnen we stoppen wanneer we willen. Nee, dat klopt. Daar heb je inderdaad gelijk in. Bronskaartje. Bronskaartje. Wat zeggen we hier allemaal over? Wat zeggen we hier al gelijk over dingen over een bronskaartje? Ja, die bronskaartjes, daar krijg ik straks een nieuw levensbalkje van. En die willen wij graag. Ja, dat klopt. Dan moet je er 10 voor hebben, dan krijg je die eentje. Ik wil zeggen, ze mogen mij wel eens een keertje zo'n kaartje geven. Echt hoor. Mijn geheim hier? Nee. Oh, wat gebeurt hier? Ik heb een zware lek. Oeh, zware lek, daar houden we niet van. Nee, maar ik denk dat ik weet waar het aan ligt. Oeh. Dat had ik de vorige keer ook al, toen ik de... Waar lag het aan? Ja, waarschijnlijk dat ik op een ruimte sta waar de computer niet helemaal op me eens is. Oh. Ik wil zeggen, want ik loop de ruimte uit en het is weg. Oh. Dus ik denk echt dat het puur de ruimte is. Oh, kijk. Okay, we kunnen al een kaartje overkopen voor niemand voor dit bedrag. Ja, precies. Rijk zijn wij. Ja. Hey, geef me maar een kaartje. Kom maar. Waarom? Echt, ik vind alleen maar die kisten waar die smekjes in zitten. Hé, hey, mijn wasmachine is klaar. Die gaat zich er ook mee bemoeien. Ja, zij meent dat ook, hè? Ja. Oh, ik wil horen hem. Ja, en dat gaat door, hoor. Dat duurt even nog.
Hij maakt duidelijk dat hij klaar is, zeg maar. Zeg, gelukkig doet hij die van mij dan niet. Zeg, die piept drie keer en dan houdt hij stil. Oh, geen fall damage, gelukkig. Oh, dat komt nu goed weg. Nee, skill zei dat, nee. Zeg, ik ben hier fanatiek bezig met... Wacht, het ding is een, met zijn schildpad, met zijn vuurding is een hok te houden, maar hij is eigenwijs, hij wil niet. Oh jee. Ruzie. Ja, dan zeg dat. Hey, ik heb 10 van de 10 sterren. Lekker man. En... Okay, ik denk dat ik dit nooit meer opnieuw hoef te doen. Ja, behalve als ik mijn kaart heb gemist trouwens. Jij loopt wel heel erg ver voor, want ik heb nu... Best een Harry Potter meester. Nee, dat... Wacht, dan weet ik waarschijnlijk al waar jij de bronzen kaart vandaan hebt gehaald. Ja, er komen er 2 heel snel achter elkaar zometeen. Ja, ik wil zeggen, ik heb nu 1. Weet ik in ieder geval wel waar jij die van jou vandaan hebt gehaald. Ik heb zeggen, de Cypress-stack nu... ding gehaald. Ik wil zeggen, ik ben nu bij de 2 vuurschildpadden die opsluiten in de ruimte. Oké. Zo, we zijn weer vrij. Ah, een sterretje. En dan heb je daarna meteen weer een bronzen kaart. Ja, ik heb hem. Oh, ik heb nog geen D-plasma, shit. Oh ja, ik loop best wel dik voor met Gryffindor, zie ik. Ja, dat klopt. Dat, dan mogen we naar de smekjes in alle smakenkamer. Ja. Oh. Ik moet zeggen, ik zit nog in Rick de Sempra, dus... ik ben nu nog bezig met... met sterretje nummer 10 van de 10 te krijgen, dus... Ja. Serieuze zaken die we hier aan het doen zijn, Milan. Dat valt mij wel op. Zijn echt serieuze zaken, dit. Nee. Nou ja, ik ben nu bezig met die vuurschildpadden in dat ding te douwen, dat ik in ieder geval zo meteen gewoon door kan. Dat is wel slim dat je dat even doet. Ja, want ik zie de laatste ster zie ik dan stop zitten, dus... dat wordt mijn heilig. Ja. Ik kan niet zoveel smekjes meer pakken zonder al die spreuken die ik dan nodig heb. Dus laat me maar weer weggaan. Is de tijd? Oh, de tijd is ook toch ook al om. Zo, dat had jij heel snel gedaan dan. Ja... Nogmaals, ik ben zo'n Harry Potter meester. Ja, nee, dat... daar ga ik niet meer aan twijfelen, Milan. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Oh, je kan hier ook een nieuwe bezem kopen, hè? Van Fred en George. Ja, klopt. Van Fred en George kan je iets kopen. Ja, ik zit helemaal nog in die Hogwarts Legacy vibes. Bezem kopen. Ja. Zo. Ho. Hey, blijf van mijn smekjes af. Oh, we hebben weer een zilveren kaart. En we gaan even bowlen, jee! Guacabole. Ja, dat blijf ik wel echt leuk vinden in deze game. Dat je dan van die soort van... Ja, ik weet even zo gauw niet hoe je ze moet noemen, maar... Ja, van die tuinkabouters mag... Van die kaboutertjes. Dat je daarmee lekker een keer kan gooien. En het is ook heerlijk als je dan het huis ingooit. Dan ook echt gewoon dat ze de hele tent afbreken. Ja. Ik moet wel zeggen dat Quidditch een beetje raar is in deze game, omdat hij versneld is. Ja, dat klopt. Quidditch is inderdaad een beetje vreemd in deze game. Ho. Ah, nee. Oké, het gaat nog goed. Huh? Ik werd bijna van het ding geslagen door zo'n balk. Oh jee. Maar ja, ik heb Rick de Sempra klaar. Oké. Goed bezig. Ik moet naar Potions Class met Hermione. Oh, kijk. Zullen wij de aflevering beëindigen? Ik wil zeggen, als je nog heel eventjes wacht, dan kan ik vrij rondlopen. Dat is goed. Ja, ik ben zo weg. Ja? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.